Oh, hey, ben je aan het opnemen? Video, ja. En zoals jullie merken is mijn stem echt heel raar. Want oh mijn gosh, mijn stem. Geniaal. Ik ben echt heel ziek. Maar zoals jullie zien is Cold Diamond in haar in 2 weken ongeveer level 14 geworden. Dus we gaan hem nu lekker level 15 maken. Hé, hey, mag ik niet meedoen? Natuurlijk wel. Ja, oké, dan ga ik het doen. Ik ben met Natalia. Ik sta klaar. Ja, ik ben al. En ik ga. Yay! Ik hoop dat ik niet nog een race hoef te doen, want dan is dit echt zo vervelend. Hoezo? Spring je heel tijd mis? Nee. Ik spring wel gewoon goed. Maar het is falend als je denkt dat je paard na 1 race level 15 wordt. En als dat dan niet zo is. Dit is mijn favoriete race. Dus hier wil ik mijn paard mee laten eindigen. Is dit je favoriete race? Ja. Oké. Okay. Ja. Bij mij is dat de springrace... Van Jorvik Stal, die ja, ene. Die kan ik nog niet. Die heeft een beetje uitdaging. Oké. Hier komt het moment van de waarheid. Nee hoor, dat is pas als je geld vangt. Kijk, komt ie? Nee, precies wat ik al dacht. Ik moet echt een mini race nog doen. Ga dan die vatenrace doen. Die kan ik nog niet. Oh. Hé, hey, wacht op mij. Oké, welke race gaan we nu dan? Taria. Oeh, die ene bij de wijngaard. Kom je? Is goed. Oké, even ter informatie als ik heel hard hoest. En daarna zeg ik niks meer, dan ben ik mijn stem kwijt. Wat gisteren dus gebeurde. Letterlijk midden in een gesprek. Aan de telefoon. Dus die hing gelijk op. Dat is echt kut. Zo hé, je gebruikt dure woorden. Nou, wat duur. Ja, doe ik ook nooit. Oh wel. Wel van dat soort woorden. Maar geen echte, dure, chique woorden. Wel. We moeten het over iets anders hebben dan woorden. Oh. Ja. Weet je al? Degene met de hoogste hallo. XP. Welke is dat? Welke ga je doen? Oh, sorry. Wacht even. Laat hem maar even gaan. Ik heb er 3. Welke ga je doen? De bovenste. Maar ik moet eerst even afgaan. Die heeft 250. Ja. Die heeft 100. Oh, wacht, verkeerde, sorry. Ik zie het, ja. Zeg maar. Ik heb nu echt een hele erge piep in mijn oor. Ja, dit is zo saai. Oké, 3, 2, 1. Wee. Kijk hoe je wint. Jij met je hoge paard of ik met mijn lage paard? Weet ik veel. Ik ben best wel goed in dit parcours. Maar soms knal ik nog wel eens overal tegenaan. Zoals nu. Kijk. Dan ga jij dus winnen. Tenzij jij ergens... ook achter blijft hangen. Kans is klein. Ik ben al gewend hoe die springt. Ja, daarom. Maar dat ben ik ook. En toen ging die verkeerd. Ja, die ligt echt heel erg voor, volgens mij. Weet niet. Oh mijn god.
Echt, creepy. Wat? Ik vind het heel eng als je Natalia tegen me zegt. Wauw. Ik het inmiddels gewend, maar... Als tijdens het praten, dat vind ik raar. Ja, want je heet natuurlijk Natasja, en dat heb ik verteld in de vorige video. Maar toch, ik zag je wel rijden. Je gaat toch nu... Je bent toch voorbij de brug nu, hè? Oké, ik nu ook. Kleine kans dat ik ga winnen. Best wel groot, want ik ben weer ergens tegen me geknald. Ik ging niet dood. Het is bij mij ook niet echt mijn toprace. Het is maar een twijfeltje of ik mijn record haal, maar... Ja, nee, sowieso niet. Ik ben nu al voorbij. Ik ben bijna aan de tijd waar mijn record staat. Ja, ik ben er al voorbij. Ja. Ik nu ook. Oh, ik ben langzamer geworden hoor. 1 minuut 50. Is dat nou? 2 minuten 4. 3. Bijna 4. Lijkt best dicht bij elkaar. Woehoe! Yes! Hey, de mijne is ook een level omhoog. Maar die van mij is lekker level 15. Ja, okay. Maar ik train nooit. Wij gaan even iets. We gaan weer even naar Marley. En dan heb ik een verrassing voor je. Maar we gaan wel gewoon rijden, want ik heb geen zin. Ben ik hem heel dit aan en uit te zetten. Dus gaan we gewoon even rijden. Ik haat het als ik niks te zeggen heb. Wie het eerst is een pannenkoek. Zeg je alleen omdat je sloompaard hebt. Nee, ik hou van pannenkoeken. Oké, ik ook. Vooral met kaas. Lekker. Oké, ik ben er. Ja. Yes, ik ben een pannenkoek. Ik niet. Yay! Maar ik ga jullie even laten zien. Want Natalia, die kan haar paard laten leiden. En dat is niet zo van slaan of zo. Maar... Oh, dat zou zielig zijn. Ja. Maar hetzelfde woord. Maar... Hij werkt nu niet. Oh, nee. Hij werkt nu niet. Maar... Okay, dat is vervelend. Dat ga ik nu ook leren. Ik weet dat ik zei dat ik voor paarden zou sparen. Voor niks anders. Maar weet je. Die belofte kom je niet naar. Star Rider. En ik ben al blij met 2 paarden die ik nu heb. Ik ga even opnieuw opstarten, oké? Okay? Ja. Ik ben zo terug. Koop het maar vast. Ja. Oké, ik ga het kopen. Yay! Oké, ik ga het meteen uitproberen. Je ziet ook heel erg blij uit op je film ding. Als je het doet. Yay, hij doet het. Oké. Hier ben ik best wel blij mee. Ik zie het aan je. Je hebt je Skype film ding aanstaan, hè? Ja, maar ook van mensen. Je zegt yay, maar je doet niks. Yeah. Okay. Beter. Zo. Dat klonk als een scheet. Eens kijken of hij het nu wel doet. Ja, snel hè. Ja. Kan ik hem redden een vriendschap verzoeken omdat ik langs iemand liep? Oh, ik zie niemand. Ja, kom naast me staan. Nee, die ene in de... Jij? Ja, dat is wel hard joh. Hij staat ook helemaal niet zo hard. Nee. Even staan met tas. Ja, jij beweegt de hele tijd. Ja, als jij blijft staan, dan zet ik mijn paard goed. Jezus, Mina. Ga stilstaan. Doe ik al. Goed zo. Zo. Oh, wacht, hier ga ik even een foto van maken. Ja. Hou je paard vast. Doe het. Dan moet je omkeren. Ik ben wikkeld. Zo. Oh. Ja, maar dan sta je heel ver van me af. Ik pak je. Weet je dat je paard aan het eten is? Shit! Wacht dat ik harder kom. Ja, jammer dat je niet kan. Ja, zo
het duurt echt super lang. Wel, ik snap het denk ik wel. Mia! Ja. Ik heb geen zin in jou. Ga weg. Maar ik ga niet staan. Nu sta ik nog niet goed, hè? Zoiets. Oh. Nee, waarom gebeurt dat? Ja. Wacht. Oké, dat was een beetje raar, want ik had geen idee dat de bandcamp helemaal voorbij was. Maar ik ging er steeds verkeerd staan en nu sta ik goed. Oké. Maak je foto maar. Waarom staat je paard los? Ik heb net de foto al gemaakt. Oh. Oké, ik ga opstappen. In godsnaam ren ik opeens. Zullen we even een aantal fotootjes maken of zo? Heb ik er weer een paar voor Skype? Ja hoor. Want ik doe iedere week een andere. Zijn nou bijna op. Met zin. Oké. Hoe lang is het geleden dat ik zo'n blunder heb gemaakt? Weet ik veel. Echt niet helemaal lang, denk ik. Kom, ga naar de molen. Je neemt de weg. Zo hé. Wat? Je neemt niet de weg. Nou wel. Je neemt altijd de weg. Ja, nou niet meer. Hakke. Hey, minister Slowhoop. Waar ga je heen? Kom hier staan, dat is mooi. Ben in de weg. Daar zit echt zo'n paaltje met zo'n zwart ding. Ziet er echt gewoon uit als een drol. Een paaltje. Het was wel falend dat ik niet door had dat bandcam is afgelopen. Ja, hij maakt altijd een geluidje. Ja, maar dat heb ik nu niet. Dat vind ik raar. Ik heb een deken over mijn benen en ik heb het nog koud. Oké. Het is ook wel koud buiten. Heb je de foto? Mhm. Ik ga even deze reis doen. Ja, ik ook. Twee, één. Hé, je vertrekt eerder. Ja, maar dadelijk kunnen we toch even kijken naar de tijd wie het snelst was. Dat is veel makkelijker. Mag je deze race voor het eerst doen? Volg meestal niet de pijltjes. Want dat is een omweg. En je wil natuurlijk een highscore halen. Altijd zoveel mogelijk springen. Ja. Maar dat is iedereen vast al. Ja. Deze race kun je namelijk pas doen als je kan springen. Volgens mij. Dat is logisch, want het is een starrijdengebied. Nou ja. Maar de starriders kunnen nog niet springen. Voor jou is dat heel lang geleden. Dat klinkt echt als Alvin en Chipmunk. Daar nou eens even op. Sorry. Dat was raar of niet? Wat? Mijn geluid. Oh, ik dacht dat Abby dat was. Nee, dat was ik. Nee, oh. Ik ga hem nooit meer halen. Shit! Spring, stom paard!
Net op tijd. Ah, ik ben al voorbij mijn high school. Ja, ik. Ga balen. Ik. Nu. Hallo? Waarom sta je daar opeens stil, stom paard? Oké, okay, het heeft echt totaal geen zin om deze race te doen, want hij kan toch geen levels meer omhoog. Eigenlijk kan hij niet goed mijn oude paard. Tot level 15 trainen, maar die is nu verwaarloosd. Ik heb 1 minuut. Ik heb nooit zin om te trainen. Hoeveel heb je? 1 minuut 47. Maar ik heb 1 minuut 28. Maar dit was de video. Kom maar hier weer staan. Even mijn geld ophalen. Dat doe ik zo. Maar dit was de video. Ik zie jullie hopelijk volgende keer weer. En het is dus bewezen. Je kan binnen 2,5 week. Nou ja, ik heb sommige dagen niet getraind. Dus je kan binnen 2 weken kun je je paard op level 15 doen. Als je naar heel veel gebieden kan. Maar ik zie jullie later weer. Kijk ook op mijn YouTube kanaal. Ook al staat er nog niks op. Maar dat komt nog wel. Wat? Kijk ook op mijn YouTube kanaal. Hey! Link staat in de beschrijving. En ik zie jullie in de volgende Silkies and Friends. Dag mensjes. Dag dag. Hoi. Dit is nu een week later. Ja. En ik moet nog wel hoesten, maar ik ben niet meer ziek. Ik wou even zeggen, bedankt dat jullie abonneren. Echt super fijn dat jullie mijn video's liken, vind ik ook super leuk. Jammer dat er ook mensen zijn die ze disliken. Vind ik echt jammer. Maar ik wou dus even zeggen dat ik nu niet meer ziek ben. En ik wil even vertellen over de app Star Stable Horse, waarin je eigen Mustang kan opvoeden. Ik wil hem nu laten zien, maar mijn broer heeft het spel daar verwijderd. Dus nu moet ik er weer beginnen. Dit dan ook, ik heb een witte en die heet Snow Spirit. Dit dan ook, bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie in de volgende Silkies and Friends. Vergeet ook trouwens niet deze video even een lekkere dikke leuk te geven. En natuurlijk te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Later! We'll be right back.